Hoofden in Suriname, Fitch, is van mening dat de kansen en mogelijkheden voor inheemse indorpen kleiner zijn in vergelijking met andere Surinamers. Beleidmakers zijn vaak niet op de hoogte hiervan. Hoewel er wel hoorzittingen worden gehouden, zegt Marie-José Artist, Community Development Specialist van de Fitch, dat deze tot nu toe niet hebben gewerkt. Artis vindt het daarom jammer dat beleidsmakers van achter hun bureau het beleid bepalen. Misschien worden er zaken naar voren gebracht, maar de keuzes, de besluiten, die liggen niet bij de dorpelingen. Die liggen bij op het commissariaat of bij het ministerie zelf. Dus de hearings, de hoorzittingen, zetten geen zoden aan de dijk. Vaak genoeg hebben beleidsmakers niet dat ze van slechte wil zijn, maar ze beseffen gewoon niet wat er speelt in de inheemse en tribale gemeenschappen. Ze zijn zich er niet van bewust hoe een vrouw 's ochtends opstaat en moet zorgen dat de kinderen, als er een school is in het dorp, de kinderen naar school moeten gaan. Wat ze allemaal voor handelingen moet doen om die kinderen ook met een volle maag, zeg maar, naar school te sturen. Om verandering in deze kwestie te brengen, gaat Fitch binnenkort van start met een project waarbij beleidsmakers uitgenodigd worden naar de inheemse dorpen om zo de leefsituatie van de mensen onder hun aandacht te brengen. Wij zullen beleidsmakers uitnodigen naar een van de dorpen om ze te laten zien wat de rijkdommen voor de mensen zijn, wat ze allemaal halen uit de natuur, hoe ze daarmee omgaan, wat ze daarvan maken, wat die producten zijn. Dus wat alle kansen zijn voor die mensen in de dorpen. Ze zullen ook te horen krijgen wat de bedreigingen zijn. Dat moeten beleidsmakers ook weten. Zodat wanneer er nieuw beleid gemaakt wordt, tenminste ook inclusiviteit, zeggen wij. Dat inheemse en tribale volken meegenomen worden in het maken van beleid, dat ze hun stem kunnen laten horen, dat ze inspraak hebben en dat ze ook kunnen uitgeven hoe beleid moet worden uitgevoerd. Dat mankeert er op dit moment nog aan. Artis geeft wel aan dat er diverse mogelijkheden zijn om de inclusiviteit van inheemse te bevorderen als het aankomt op het uitstippelen van beleid.